Er is een tijd van komen. Ja, je voelt hem al aan. En er is een tijd van gaan. Ja, yeah, de tijd van gaan is aangebroken. Voor de Daddy Discord. Ja, we zijn gestopt, jongens. Ja, Daddy heeft zojuist de stekker eruit getrokken bij de Discord. Ja, en daar ga ik natuurlijk heel veel mensen verdriet mee doen. Maar ja, het is klaar. Ja. Laat me even een korte verhaaltje erover vertellen trouwens. 18 maart 2020 zijn we begonnen. Toen kwamen de dino's naar Discord, Daddy en consorten. Wat was namelijk iets aan de hand? Communities op PlayStation, die gingen stoppen. Daddy had een community met bijna, nou hoe was dat, 25.000 members op het einde. Ja, echt heel veel mensen. En die gasten, die waren de auto's aan het ruilen met elkaar. Ja, dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat die hele communities werden weggehaald. Dus er moest iets nieuws komen. Een platform waar mensen elkaar konden vinden, dat ze toch nog auto's met elkaar konden ruilen. Of traden, zoals jullie dat dan willen noemen. En toen hebben we een Discord-server gebouwd. Ja, Just Marcel en Milfunter hebben hem gebouwd. En het was ook heel erg leuk. Ik heb er in het begin ook heel veel gezeten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op het einde ook al niet zo leuk meer vond. Dus ik kwam er niet zo vaak meer. En op een gegeven moment worden dingen minder. En minder worden niet de leden. Want we hebben 6.000 members gehaald uiteindelijk. Dus dat was toch wel een groot aantal, vind ik persoonlijk. En ze hebben allemaal genoten. Maar ja, het is wat rustiger aan het worden. Ik denk dat ook met GTA, het is allemaal wel een beetje klaar. Maar de Discord is nu ook klaar. Dat is niet zonder dankjewel te zeggen. Dankjewel Amsterdammetje. Dankjewel Gijs trouwens. Hè. Super bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Just Marcel, dankjewel dat je destijds de server hebt gebouwd. Joop Hendricks bedankt. Ik zeg Michael Fritsie natuurlijk bedankt. Milantje 1, Milantje 2 bedankt. Milfunter bedankt hè, voor het maken van de Discord server. Ah, meneertje Smees natuurlijk, dankjewel. Thijs de Appel en Xcassie, allemaal bedankt. Ja, te veel namen om op te noemen. Er zijn heel veel mensen langs geweest. En jullie ook allemaal bedankt. Dat jullie geweest zijn op de Daddy server, op de Daddy Cool Discord. Ja, en het licht ga ik nu uitdoen. Thank you, Daddy.